Ja, weet je, het gekke is van dit geheel, dat je altijd elke penalty ooit die ik nog zie, daar wel aan terugdenkt. Dat is Ronald Waterhuis zelf. De man die twee strafschoppen stopte. Dit gaat op het moment dat het toen gebeurde, gaat het je door merg en been. En dat moet ook, want daar ben je sportman voor. Ronald Waterhuis tegen Sander Bosker. Kijk, je komt in die finale in een situatie waarin je niet vaak komt. En dat loopt fout af. Ja, dat neem je de rest van je leven mee. Daar kunnen we verder heel spannend over doen. Dat is een gegeven. Want ik heb die wedstrijd nog eventjes teruggekeken. Het werd 0-0. Maar die keepers waren echt de uitblinkers in die wedstrijd. Nou ja, kijk, daar ging een heel verhaal aan vooraf. Wij waren dat jaar kampioen. We hadden echt een supergoed jaar gehad. Ik zelf ook. Raakte geblesseerd in de wedstrijd waarin we kampioen werden. En werd met mannenmacht klaargestoomd voor die finale. En dan die finale zo spelen. En dan inderdaad ook nog eens eerste 1 of 2 penalties van Twente. Ik weet het al niet eens meer. Zelf pakken. Heubach scoort altijd vanaf 6, 11 meter. Behalve nu. Ja, en dan in die situatie terechtkomen. Ja. Het was een prachtig boek, maar het einde was niet zo best. Kun je nog iets van de sfeer herinneren? Want het was geweldig. Wel iets, het enige wat ik me ervan kan herinneren. Ja, geweldig. 35.000 tukkers aan tour. Echt fantastisch. Want ja. Dat hadden we tot dan toe nog niet vaak gezien in de Kuip. Nee, maar goed, het was natuurlijk ook wel... De link met de vuurwerkrammen een jaar eerder, moet ik eerlijk zeggen, was mij totdat jij mij uitnodigde voor dit gesprek in de geschiedenis een beetje ontgaan. Maar zelfs dat deed niet de zaak. Het was gewoon een fantastisch evenement. En voor ons ook. Het was gewoon een heel belangrijk jaar, ook voor mij persoonlijk. Dat was de slagroom op de taart geweest. En dat was uiteindelijk, heb ik die ergens onderweg laten vallen. Ronald Waterhuis tegen Sander Bosker. Waterhuis, Bosker stopt! Bosker stopt! Je stond niet op de lijst. Nou ja, goed, ik bedoel, weet je... Want jij gaat dadelijk vervolgvragen stellen, mag gerust hoor. Ik ga ze toch niet beantwoorden. Kijk, er was een speler die stond als vijfde op de lijst en die durfde niet. En ik zei gewoon, dan doe ik het wel. En dat is het hele eieren eten. Daar zat niks van, ik doe dat wel even of zo. Weet je, want dat krijg je natuurlijk heel gauw dat mensen dan... Allemaal flauwekul. Totale nonsens. Er was gewoon iemand die niet durfde. En ik vind jou ook een kerel als je zegt, ik durf niet. Waar Waterhuis de held leek te worden, is het Bosker die de held is. Bosker stopt, 3 strafschoppen achter elkaar. John de Jong, Waterhuis, Golka. Nou, je bent sportman en je hebt je als sportman ook te realiseren dat je niet altijd alles maar goed kunt doen. En het is misschien ook wel eens ooit verhelderend om over dit soort dingen na te praten. Misschien beter dan over je hoogtepunten. Dat is het zeker. En ergens ben je ook wel een held in Enschede.